De verzekeringmaatschappij Assuria NV heeft ondanks de pandemie geen slecht boekjaar over 2020. We zijn best tevreden, zegt directeur Mario Mirhai. Voor de rest van 2021 is er een nieuw strategisch plan geadopteerd. We hopen rond juni ongeveer van dit jaar hopen we onze aandeelhoudersvergadering te houden en dan officieel aan onze aandeelhouders voor te houden hoe het jaar is gegaan. Maar we maken ons wel zorgen over de economie in zijn algemeenheid in Suriname en de impact van de crisis op de economie. Dus ik hoop dat het binnen niet al te lange tijd dat we weer stabilisatie en herstel zien van de economie, want daar is iedereen bij gebaat. In dat strategisch plan staat heel hoog op de agenda de klantervaring. Dus de rest van dit jaar zal met name dat stukje, verbetering van de klantervaring. Hoewel het al heel goed is, gaan we toch nog veel meer investeren daarin. En niet alleen de klantervaring bij het afsluiten van een verzekering, maar ook de klantervaring bij het indienen van een claim. Digitalisering is erg belangrijk. We zijn begonnen vorig jaar met digitaliseren van de dienstverlening. En ook dat stukje zal voortgaan dit jaar. Dus zeg maar het kunnen communiceren via WhatsApp met ons zal bijvoorbeeld iets zijn wat veel beter kan dan nu het geval is. Snelle responstijden en dergelijke. In het kader van haar 30-jarig bestaan heeft Assuria 15 sociale instellingen bedacht. Door de pandemie moesten wij de viering van dit heugelijk feit omgooien, zegt Mirhai. Voor Assuria blijft het belangrijk om sociaal-maatschappelijk bezig te zijn. Het zijn 15 instellingen geweest, waar we elk $1000 hebben gegeven. Het zijn instellingen die we hebben geselecteerd op basis van voordrachten van ons personeel. En de jubileumcommissie die heeft daar nog een keer goed naar gekeken. Het zijn instellingen die allemaal goed werk doen. Als voorbeeld kan ik noemen bijvoorbeeld de Stichting Blindenzorg, de Annie Crash. Zo zijn er nog een heleboel andere, 15 andere stichtingen. En we hopen dat we met die bescheiden bijdrage van ons, dat we ook ondersteuning geven aan het goede werk dat die stichtingen doen. Ik ben er trots op. Die gedachte van corporate social responsibility is bij ons goed ingebed. En toen wij een beroep deden op het personeel om voordrachten te doen, toen kregen wij spontaan voldoende voordrachten om uit te kiezen. Mario Mirhai, directeur van Assuria.